210 meter en 17 centimeter. Zo lang is de langste waslijn ter wereld en hing gisteren in Vlagtwedde. Met dat wereldrecord openden de inwoners gisteren hun Week der Besten. De feestweek beleeft dit jaar zijn eerste lustrum. Met maar liefst een verschil van 1800 meter wordt met de Vlagtwedde waslijn het oude wereldrecord verpulverd. Maar het zag er eerst niet naar uit dat het ging lukken. De inwoners van het dorp reageerden lauw op de oproep om hun oude wasgoed in te leveren. Pas op de laatste dag kwamen de Vlagtweddenaren massaal met hun was over de brug. Door de scouts worden de laatste gaten in de waslijn volgehangen. We zijn nu 3 dagen bezig geweest. De laatste dag, dus vandaag, hebben we de was opgehangen. En dit was het laatste stukje. En hoeveel hangt er nou volgens jou? Er hangt 8 kilometer en 90 meter. Record, hè? Dat is perfect dit. Dit is heel lang. Er is zelfs wasgoed over. Een goed begin van de Week der Besten dus. De was is bestemd voor het leger des Zeils. Majoor Boschart zou het wasgoed persoonlijk in ontvangst komen nemen, maar zij brak vorige week haar schouder en kon dus niet komen. Wel sprak zij het hele dorp telefonisch toe. Goedemiddag. Het spijt me heel erg dat ik er niet bij kan zijn, de ballonnen niet zie en ook de mooie lijn met alle kleding, de langste waslijn. Ja. Die zal ik dus ook niet zien, maar ik kan het me helemaal goed voorstellen. 3, 2, 1. Met een druk op de knop geeft burgemeester Euverink het startsein voor de vijfde Week der Besten. Daarna maakt de vervangster van Majoor Boschart en Voigtdijk Koopman de recordwaslijn. Trouwe dienst in het leger heeft zij nogal wat oud wasgoed in ontvangst genomen, maar zoveel nog nooit. Nee, dat hebben we nog niet gedaan, nee. Maar het is wel heel fijn. En wij proberen nog steeds te doen waarvoor het leger des Heils voor 110 jaar terug is geboren. Er te zijn voor de mens in nood. Maar wij kunnen het niet zonder de hulp van de bevolking. En daarom zegt ook heel mijn hart namens het leger des Heils hartelijk dank. Andere wereldrecords waarna deze week een gooi wordt gedaan in Vlagtwedde. Het record bierpul schuiven en het record kratten stapelen. Vandaag was het de beurt aan het record spijkerbroek hangen. En dat bleek nog een hele klus. Dan volgen hier de benodigdheden voor een recordpoging spijkerbroek hangen. Een hijskraan. Uiteraard een spijkerbroek, een sloot en natuurlijk de inwoners van Vlagtwedde. Het is de Week der Besten. Dat staat in het teken van allerlei recordpogingen. Vanavond hebben we het bierpul schuiven. Het record staat op ruim 28 meter. We hebben een bar gemaakt van 40 meter, dus er is ruimte genoeg. Maar er is meer. Zo is er ook nog het klippenparcours en het sloot oversteken met hindernissen. Maar eerlijk is eerlijk, spijkerbroek hangen blijft het leukst. Denk je dat dit lang volhoudt? Nee, denk niet. Doe ze een gokje? Ja, een minuutje alweer. Nou, eens kijken wat hij ervan brouwt. In eerste instantie lijkt het allemaal goed te gaan, maar na amper 50 seconden komen de eerste vermoeidheidsverschijnselen. En na een minuutje zoals voorspeld, de grote plons. Deze man kan er alleen maar om lachen. Vorig jaar beter en nu op naar het pul schuiven, want dat staat ook nog op het programma. Misschien gaat hij eerst nog even douchen. Dat die plek is opgevallen.